Bicyclet. Toetertjes. Een paar oude ruïnes bij elkaar. Goedemorgen. Goedemorgen. We zitten in Reboledo. Bij Finca Familia. Het is een camping, 15 plaatsen. En hartstikke Nederlands eigen. En een prachtplek. Ja, netjes. Uitzicht, zo vreselijk mooi. Zeker. Heerlijk. Dus we hadden 3 nachtjes geboekt. En we hopen wat langer te blijven. We hebben het wel gevraagd. We hebben nog niks gehoord. Want het wordt eigenlijk wel... Gisteren was het slecht weer. Het staat vandaag heel veel wind. Je kan niet zo heel veel doen, denk ik. Nou, morgen koud. Morgen is koud. En daarna wordt het wel weer mooier. Dus we willen eigenlijk altijd wel een beetje met mooi weer dan op zo'n plek zijn. Want het is wel een prachtig plaatsje. Van de omgeving genieten. Ja. Vanavond darten. Ga je daar naartoe? Ja, vind ik wel leuk. Vind ik wel leuk. En dat is in, hoe noemen ze dat hier? Een gemeenschappelijk ruimte. Geen idee. Zeg maar een soort buurthuis. Ja. Een hangjongerenplek. Hangouderen in dit geval. Hangouderenplek. Zondag misschien wel voetbal kijken. Hoofdzakelijk Nederlands die hier staan. Je ziet enkele Duitsers. Enkele Belgen, maar hoofdzakelijk Nederlands. Dat heb je toch wel. Als je op een camperplaats of camping staat, waarvan de beheerders dan wel de eigenaren Nederlanders zijn. Ja, heel vriendelijk ontvangst gisteren. Ja, super, super. Ja. Ja. Echt leuk. Gelijk alles verteld, prachtige folder kreeg je. En ja, alles is er. Je kan ook eten bestellen, patat en weet ik voor wat allemaal... Broodjes frikandellen, kroketten. Broodjes kan je bestellen voor 's morgens. Het maar is, ook maaltijden. Naast dat ook maaltijden. Ja, dus echt. We gaan dat nog wel even uitproberen. Want het is best wel een patat met een frikandel. Oh, zondag. Ja. Omdat we er thuis ook gewend zijn. Ja, doen we thuis ook altijd patatjes. Ja. Ja, jongens. Nou, leuk. We laten weer wat zien. Ja hoor. Toedeloe. Doei. Eén kruisje. Val je in de buitenste ring of in de binnenste, krijg je gelijk 2 kruisjes. Is die klaar? Ja. Ja, zover duidelijk? Ja. Gooi je hem in de rode boel, mag je 2 keer het kruisje kiezen. Je hoeft voor de rest niks op te letten. Eline gaat voor jullie schrijven. Die gaat het allemaal bijhouden. Waar is het? Niet meer. Ja, daar gaan we naar even zo, jongens. Hij kunt wel mooi, dat alles hebben. 18. Zit die boven? Ja, een beetje dan. Oh. Een rondje lopen hier. Ja. Wat een wijdheid, hè? Het is een enorme wijdheid. En een uitzicht. Dit is dan de camping. Hele ruime plaatsen. Heel veel Nederlanders hier ook. En vanavond gaan we patatjes bestellen. Frikandel speciaal. Mm. Want wat kan hier? Een klein hokje wat je ziet is toilet en douche. 2 toiletten, 2 douches, dames en heren bij elkaar. En het huis van de bewoners. Daarachter, Teheran. Moet ik nog laten zien? Hallo. Laat even zo zien. Douches, 2 toiletten. Keurig netjes. Gezellig. Ja, echt. Heb jij weer gekookt vandaag? Ja, echt waar. En ik vind het echt het allerleukste etentje ever. Geloof ik. Nee, voorlopig. Nou, maar na een maand. Ja, mag dit wel? Is dit wel iets dat je zegt van, daar hebben we wel trek in? Ja, echt. En het kan hier. Laat maar gauw zien, Peter, wat we gaan eten. Eten. Patat met een frikandel speciaal. En een kroketje. En een loempia. Oh, dit word je toch blij van. Ik zeg, eet smakelijk. Eet smakelijk. Oh, dit is leuk. Heb ik zin in.
stom. Ja, het is zo charming, maar het loopt wel heel erg lekker. Oh. Het ziet er niet uit. Maar goed. Waar gaan we naartoe? We gaan naar Park Pomerol, zijn we. 20 minuutjes vanaf de camperplaats waar we vandaan komen. We hebben gehoord dat het een heel mooi park is. Daar hebben we de zee. Ja. Aan het water staan we. En de camperplaats. Of de camper. Volgens mij mag je hier ook wel overnachten. Het is wel een park voor night. Ik ben benieuwd of het de moeite waard is om te rijden. Nou, als je de foto's mag geloven. Ja. Die mensen die ons voor zijn geweest. Ja. We zijn echt aan het beginnen van het park. Maar daar zag ik de water vallen. Maar ik vind al... Je zal iets van een kaartje even moeten bekijken. Ja. Kijk, daar zie ik het al, joh. Daar. Ja, joh. Kijk nou. Zo dan. Het begint toch gelijk mooi, hè? Zo dan. Maar heb je daar tussendoor gekeken? Ja, dat zie ik. Die waterval. Kleintje. Kijk, is mooi, hè? Dat is toch leuk om dit te doen? Ja, dat is mooi. Heel leuk. In doodstilte noemen ze dat. Kijk eens, wat een prachtige cactussen, zeg. Jeetje. Hey, er al mensen de naam ingegraveerd. Nou ja. Kijk. Jeetje. Een cactusduif. Echt. Hier. Echt, joh. Wat een enorme cactus. Maar ook een beetje van die Japanse lichte toestanden, hoe heet dat? Ja, dit is wel echt heel mooi, zeg. Oh. Kijk eens, joh. Zwemmen, hè? Echt, wat prachtig, zegt dit. Ja, dat is wel de moeite waard hier, wat je zegt. Beeldschoon hier. Ja. Je had kooikarpers verwacht. Ja, eigenlijk wel. Kooikarpers, ja. En schildpadden. Ja, maar alle doorkijkjes zijn mooi, daar ook weer heen. Ja. Ik ga het toch even zo doen, hoor. Waterval uit het dak. Oh, dat is wel mooi. Een kleintje, hè, dit? Een kleintje. Maar wie het kleine niet eert... Wel een mooi rivierbeddingje zo. Oh. Leuk. Maar die grotere vond ik mooier. Wauw, kijk eens, joh, hier. Okay.
Even een stukje wandelen weer. Voor een verandering. Ja. Want naast de gewone begraafplaats heb je hier een dierenbegraafplaats. Allemaal beestjes. Kijk nou, ze hebben gewoon echt grafstenen ook. Oh, bizar hè. Dat is toch wel... Kijk eens joh. Ik vind het wel wat. Jeetje zeg. Is echt dat je denkt van... Wat is dit? Nou, dat zie je bij ons echt niet. Ik vind het heel bijzonder. Dit naast de gewoon kerkhof. Ja, het is eigenlijk een, geen kerkhof, maar een, waar we staan. Maar hier worden de mensen dus in de muur bijgezet. Een soort, ja, noem je dat, graftombes of zo? Of, niet onder de grond, maar bovengronds dus. Indrukwekkend. Hè? Indrukwekkend. Ja, best wel. Ja, hè? Ja, als je vader of moeder of familie hier ligt... Ja. Is het misschien ook mooi als je hond, waar je veel van houdt... Kijk, het vind het niet... Kijk, dit is beter zo staan. Zo zijn die graven hier. Oh ja. En dit is het nieuwe gedeelte. Het oude gedeelte vind ik eigenlijk mooier. Dan heb je tuin en alles. En, ja. Het is... Ja. Wat mooi. Kijk eens. Mata Torrevieja. Moet ik even kijken. Cool, waar staan wij dan? Ik denk hier ergens. Ja, iets lager denk ik. Ja. Hier, kijk. Hier heb je de graafplaats. Ja, 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 ja. We lopen dit pad zo. Ja. Naar hier het uitkijkpunt. Ja, is goed. Eens kijken of flamingo's dat, zien. Dat zou heel erg mooi zijn. Ja. Maar die mevrouw die ik net sprak, die zei dat er heel veel eekhoorntjes hier zijn. Je hebt iets mee, toch? Ja, ik heb wat eten mee. Waar zijn de eekhoorntjes? Kom, ja. Eekhoorntjes. Poelen. Denk je dat je wat ze moet gooien aan eten? En dan komen ze. Wauw, kijk nou. Ja, kijk eens. Oh ja. Kijk nou. Daar zijn ze. Daar zijn ze. Ja hoor. O hemel. Ja, daar zit ze. Waar heb je de brood? In mijn tas. Hele zak. Kijk. Kom maar. Nee joh. Oh, dat is heel erg leuk dit. Nee joh. Kijk nou. Botanische tuin. Ja, botanische tuin. Is het mooi hier, Peet? Een beetje dor en droog. Ja. Maar je ziet dat er gewoon heel veel werk in zit. Echt, hè. Allemaal kruiden. Wilde olijf en thyme. En ze heb ik allemaal gezien. Het is dor en droog, inderdaad. Kijk eens, die prachtige boom zo. Wauw. Ja, daar heb je uitkijktoren. Ja. Oh, een mooie doorgang zo. Wauw. Echt? Ja. Heel erg mooi dit. Kijk, waar zou dat bakje water voor staan, hè? Ja. Dat zie je ook. Ja, ik denk dat je waterkant al voor je hondjes. Ja, maar... Oh, wacht, nee joh. Dat is allemaal voor de eekhoorntjes. Allemaal bakjes water, kijk maar. Oh ja. Hé, maar dit is mooi. Die bomen zo. Torre Observatorio. Observatiepunt. Kijk, Cor. Sst.
Dat wordt moeilijk voor jou, hè? Ja. Wat zeg je? Dat wordt moeilijk voor jou. Nou, gaan we klimmen? Nou, ik zie geen flamingo's zo gauw hier. In de verte misschien? Oké. De uitkijktoren beklimmen. Nou, ik zie hier geen flamingo's, Peter. Nee. Aan de rand van Torrevieja. Natuurpark is dit, hè? Ja, ja. En een botanische tuin. Maar die zagen we net ook al. Ja. Kijk, daar heb je ook zo'n uitkijkpunt, hè? Ja. Ja. Kijken? Ja. Stevige trap, hoor. Ja, zeker. Geen pikkepoeliespul. Nee, zeker niet. Ja, mooi in de lak. Ik heb ook het idee dat het niet oud is. Nee. De tweede uitkijkpunt. Ofwel ja. Mirador in het Spaans. Ja. Dat is mooi. Het is geen klimtoren. Ja, weet je, dat we vergeten. Dit zijn wel locaties, hè, en een mooi uitkijkpunt, maar ga eens naar Drenthe, ja. Ga eens naar de Veluwe. Echt, hè? Daar hebben ze ook, hè? Ja. Met andere woorden, Nederland is ook mooi. Ja. En hoe vond je de botanische tuin? Ik vond het. En al die flamingo's en zo. Die, ja, die heb ik niet gezien. Die... En eekhoorns. Ja, het is. Dat, die flamingo's en eekhoorns, dat was. Nou, maar flamingo's niet. Eekhoorns hebben we er twee gezien. Ja. De wandeling was prachtig. Het is een prachtig park. Ja, hè? Ja. Zo sluiten we de dag. Ja. Weer met een wandeling af. Ja. Weer met een wandeling af. Ik denk af. Dat het nu 16.000 stappen zijn wat we gedaan hebben vandaag. Hoor je dat? 16.000. Ja, even kijken. Ja. Ja, 15.000 inderdaad. Oh. Dat heb... valt dan weer tegen, jongens. Ja, nou ik vind het genoeg 15.000. Ah. Ik heb genoeg gelopen vandaag. Ja. Man, zeker. Ik heb nu mooie benen. Benen omhoog? Ja. Ja. Met flexie. Ja, lekker. Vlogje bekijken. Ja, ik gooi even die dit weg. Oh. Allee op. Lekker gewandeld. Goed, ja, bewogen vandaag. Ja, is goed voor de poeperij. Dan gaan we, ja, maar nee, weet je wat we gaan eten vandaag? Ja, dat weet ik. Ga beter kijken, stop. Garnalen gebakken. Oh. In uien en knoflook. Ja. Oh. Echt, hè? Broodje erbij. Ja. Ja, moet kunnen. Nou, komt hier ineens uit de bosjes, hè? Ja. Met een stoffer en blik. Ja, ik denk dat hij een graf gaat schoonmaken. Want dat wordt hier echt goed bijgehouden. Ja, maar hij komt uit die bosjes. Ja, maar hij komt misschien met de auto. Oh. Oh, ja, okay. Nou, ik weet niet wat hij... Ja, jongens. Je kan wel zeggen de thuishaven van... Erik en Wilma, je weet wel, van Camper TV. Ja. Maar het staat, nou ja, voor ons grote nou, kunnen er altijd wel aan voorbij staan. Wat zeiden er? Mochten er 5 staan of 10 staan? Oh echt? Nou ja. Ja. Nou, er staan er iets meer. Ja. Nou, we gaan aan het eten beginnen. Lekker. En wat eten we vanavond? Garnalen met brood. Laat maar en zien. Aioli. Aioli.
en de garnalen. Oh. Ja, jongens. En ik vind dat echt... Nou, wij vinden dat heel erg lekker. Ja. Maar kijk, dat doen we zo. Wat knoflook, uien. Heel veel knoflook. En om het nog erger te maken, eten we ook nog aioli erbij. En die uien ook dan. Ja. Maar dat hebben we verdiend. Echt, hè? Veel gelopen vandaag. Ja, ik kan zeggen, ziet er nog helemaal verwarmd. Ik ben helemaal nog warm ervan van het lopen. Zo. Ik zeg, eet smakelijk. Ja, eet smakelijk. De toetjestest. Nou, dat is lang geleden. Ik zeg... We eten niet zoveel toetjes. Nee. Dat doen we voor onze kijkers alleen. Alleen maar. We gaan een toetje eten. Hij is niet voor mij. Banaan en vanille flavor. Spons. Ik zeg, kom maar op. We hadden hem nog nooit gehad bij de Lidl. En ik heb geen idee. Oh, houdbereidsdatum. Oh, 11-3. Chemisch. Denk het ook. Ja. Nou? Ook. Moet je niet vragen wat het gekost heeft? Nee, ook goed voor een vaccinelichtje. Ja, dat is ook zo. Nee, dat is plastic. Oh. Moet je vragen wat het gekost heeft? Wat heeft het gekost? Weet ik niet. Jongens, ik trap er ook elke keer in. Ja. Hij ruikt lekker. Komt wel een lucht af, hè? Ik heb een handcreme. Die ruikt ook zo. Jeetje. Ik ga proeven, Peter. Hij blijft ook hangen. Ja. Een soort van hang op. Maar dan anders. Oh joh. Zo. Oh ja. Er zit drank in. Er zit echt drank in, hè? Rum of zo. Waar is de verpakking? Oh, echt. Even kijken. Ja, er zit... Dat koek zit eronder. Ja. Gedrinkt in drank. Het lijkt een beetje op advocaat of zo, lijkt het een beetje. Nee, die andere, die hoe heet die de koek? Nou, ik spreek geen Spaans in ieder geval. Maar, Cijfer. 8. Hij is echt, ik vind hem heel lekker. Hij is wel lekker. Maar jij hebt hem gekocht. Ja, ik wou net zeggen, je gaat niet onneus, hè? Nou, weet je. Nou, ik vind dat jij hier ook een 8 voor moet geven. Want hij is hartstikke lekker. En toch vind ik een randje chemisch. Ja, dat is altijd zo met die spulletjes. Alleen mijn toetjes die ik zelf maak thuis. Mijn toetjes zijn niet chemisch. Ja, amoula. Ik zeg een 7. Je kan het gewoon niet uitstaan dat ik goede toetjes koop. Nee, echt. Weet je, ik vind het onder. Het lekker, absoluut. Maar toch daaronder iets van handcreme. En daarna gel om je haar lekker in de koep te zetten. En dat randje van, zeg maar, zuurvrije vaseline. Nou, ik ben het niet met je eens, hoor. Ah. Een 7 het is. Nee. Oh, nee, ja. Een 7,5. Ja, we blijven scherp. Ja, ik vind een 7,5. Maar er zit wel drank in. Ja. Precies. Verpakking, plastic. Ja. Chemisch. Maar ik vind het ook een 7,5. Want het is niet dat ik denk van nou, ik neem er nog eens eentje achteraan. Nee. Weet je, vorig jaar hadden we dat crème brûlée gebeuren. Nou, dat was de winnaar. Ja, daarvoor een zelf gemaakt toetje met een banaan en bruine suiker en drank. Want er moet bij ons altijd wel iets van drank in zitten. Op. En ik heb nog... Ja, maar jij kletst heel veel. Dat is waar. 7,5 vind ik het wel. En jongens, ik ga lekker rustig verder. Ik heb geen haast, want het is vakantie. En een 7,5 het is. Oké.
Tot de volgende. Jij mag de volgende keer uitzoeken. Ja, ik zeg toedeloe. Toedeloe. Wat heb je met Duits? Dat is gewoon mijn tweede moedertaal, hè? Vloeiend. Ja. De? Nee. Wat gaan we doen? Oh, maar dat had je al gezien. Jeetje. Nee, we moeten nog, zeggen. Ja. De toetjestest.